Op de A50 bij Uden is dinsdagmiddag even voor 2:30 een ongeval gebeurd, waarbij een bakwagen en een personenauto betrokken waren. Na een botsing tussen de twee belandde een auto op zijn kop in de sloot naast de weg. De bakwagen kwam tot stilstand tegen een ANWB-verkeersbord. In de rijrichting Eindhoven werd een rijstrook afgesloten, wat een flinke file opleverde. De precieze oorzaak van de botsing is nog niet bekend, maar wordt door de politie onderzocht.